Welkom in deze vijfde video van de Android DPS Academy. In deze video zal je zien hoe je rapporten kan aanmaken om te bespreken met je zorgverlener en hoe je ze kan interpreteren. De rapporten van Android DPS kan je enkel bekijken via je Night Scout website. Er zijn drie manieren om die rapporten te gaan delen met je zorgverlener. Je kan ofwel je Night Scout URL zelf delen met je zorgverlener en normaal gezien is die beveiligd met een token die je specifiek voor je zorgverlener hebt aangemaakt. Als je niet meer weet hoe je dit moet doen, kan je kijken naar de tweede video van het derde hoofdstuk van de Android DPS Academy. Daar wordt uitgelegd hoe dit moet. Ofwel maak jij zelf je rapporten in Night Scout en stuur je die door naar je zorgverlener door een printscreen te maken en dit eventueel te knippen en te plakken naar Word. Ofwel trek je rapporten met Night Scout Reporter. Dit is een gratis website waarmee je meer rapportfunctionaliteiten hebt die je dan in pdf-vorm kan doormailen naar je zorgverlener. Ik zal je eerst tonen hoe je rapporten kan trekken met Night Scout en dan hoe je dit kan doen met de Night Scout Reporter software. Om rapporten te trekken via Night Scout ga je naar de rechterbovenhoek van je Night Scout account, naar het hamburgermenu en klik je op rapporten. De meest interessante rapporten zijn het dag-tot-dag-rapport, waar je goed kan zien hoe het algoritme de insuline verhoogt en verlaagt op basis van de glycemie en de koolhydraten die je ingeeft. Het verdelingsrapport, waar je een overzicht krijgt van je time-in-range en time-below-range. De procentuele grafiek, waar je een soort van ambulatory glucose profile krijgt. En de profielen, waar je de instellingen kunt nakijken. Als je werkt met een Engelstalige versie van Night Scout, noemen deze rapporten Day-to-Day, Distribution, Percentile Chart en Profiles. De meeste zorgverleners zijn gewoon om naar data te kijken van de laatste twee weken en met een target BG tussen de 70 en de 180 mg per deciliter of tussen de 3,9 en de 10 mmol per liter. Om het rapport te zien moet je soms nog eens op Show of Laat zien in het Nederlands drukken. Ik zal je een voorbeeld tonen van elk rapport. Het eerste is het dag-tot-dag-rapport, waar je goed kan zien hoe het algoritme de basale insuline bijstuurt en eventueel microbolussen geeft en hoe het insuline bolust voor de koolhydraten die je ingeeft. In het verdelingsrapport kan je heel goed time-in-range zien en de time-below-range. Als zorgverlener zijn wij ook gewoon om te kijken naar de coëfficiënt van variatie die onder de 36% moet zijn. En die kan je berekenen uit de standaard deviatie, delen door de gemiddelde glycemie maal 100. En dan heb je het percentage wat wij gewoon zijn om naar de glycemische variabiliteit te kijken. In Night Scout zien we twee extra parameters, namelijk de GVI en de PGS. En dat zijn eigenlijk ook manieren om naar glycemische variabiliteit te kijken. GVI staat voor Glycemic Variability Index en PGS voor Patient Glycemic Status. En het zijn oudere parameters die berekend worden uit de lengte van de lijnen tussen de verschillende glycemies. Hier zie je hoe ze berekend worden en kunnen geïnterpreteerd worden, maar klinisch zijn ze niet zo interessant omdat ze ook een fout beeld kunnen geven, zeker als er veel ruis zit op de sensordata. Hier zie je de procentuele grafiek, wat enorm lijkt op de AGIP-profielen die we gewoon zijn uit LibreView en uit de Clarity-rapporten. En bij de profielen kan je als zorgverlener de instellingen gaan controleren en noteren in je dossier, namelijk de duur van insulineactie, de koolhydraatratio, insulinegevoeligheid, basale insulinesnelheid en de streefwaarde. Er is spijtig genoeg geen mogelijkheid om een pdf te trekken van deze rapporten via Night Scout, dus ofwel geef je je Night Scout URL met een token aan je zorgverlener zodat diezelfde rapporten kan trekken, ofwel gebruik je een knipprogramma of een printscreen om deze rapporten in Word te zetten. Wat je dan kan doormailen naar je zorgverlener. Om rapporten te trekken kan je zoals gezegd ook werken met het Duitse programma Night Scout Reporter. Dit is een gratis programma waarmee je mooiere rapporten kan trekken direct in pdf, wat makkelijker is om door te sturen naar je zorgverlener. Hiervoor ga je dus naar nightscout-reporter.zreptiel.be. Maar als je Night Scout Reporter intikt in Google, kom je er ook op uit. En je vindt de link ook in het invuldocument. Je kan hier drukken op Settings en dan kan je je gegevens invullen. En drukken op Bewaren.
en je ziet dan een hele hoop rapporten verschijnen en de meest interessante zijn het eerste analyserapport, het rapport met de profielen, het glucosepercentieldiagram en de dagelijkse grafieken. En dan moet je nog een periode instellen, iets dat voor jou zinvol is. Zoals gezegd volstaat meestal de laatste 2 weken. En als je dan rechts onderaan op het driehoekje drukt, zijn er nog een aantal instellingen die je kan controleren. Normaal gezien staat alles goed en kan je op Create PDF duwen. Hoe langer de periode, hoe langer dit zal duren. En dan krijg je een PDF met de gecreëerde rapporten. Ik toon je graag opnieuw een voorbeeld van elk rapport. In het analyserapport zie je net zoals in het verdelingsrapport van Night Scout mooi je time in range, je time below range en je geschat hemoglobine A1C. En je kan de coëfficiënt van variatie opnieuw berekenen uit de standaarddeviatie delen door de gemiddelde glycemie maal 100. En dan heb je een percentage. Hier staat ook opnieuw die GVI en die PGS die klinisch misschien iets minder relevant zijn. En je ziet hier ook het aantal keer dat je reservoir hebt vervangen, infusieset, de sensor en ook het gemiddeld aantal koolhydraten en insuline per dag en de verdeling van bazaal en bolusinsuline. In het glucosepercentielrapport dat enorm lijkt op een AGP-profiel, kan je eventueel zoeken naar trends. Bij mij zijn er niet zoveel, omdat ik geen diabetes heb en nogal onregelmatig heb gegeten de laatste dagen. En in het profielrapport kan je de duur van insulineactie vinden, de koolhydraatratio, insulinegevoeligheid, basale insulinesnelheid en de streefglycemie, die je dan kan noteren in het dossier. In de dagelijkse rapporten zie je hoe het algoritme zijn insuline heeft aangepast op basis van de glycemie. Je vindt hier de koolhydraten die ingegeven zijn bovenaan en de insulinebolussen onderaan. Zo, je weet nu hoe je rapporten kan trekken en hoe je ze kan delen met je zorgverlener. In het volgende deel ga ik je tonen hoe je rapporten eventueel kan interpreteren. Ik toon je graag een mogelijk stappenplan om de rapporten van Android EPS te interpreteren. Dit is voor alle duidelijkheid geen officiële richtlijn, maar bedoeld als een houvast voor wie dit wenst. Je mag de rapporten ook gerust op je eigen manier gaan bekijken. Als eerste kan je checken of je de behandeldoelen gehaald hebt, en dat is dus de time in range en de time below range. Dit kan je controleren in het verdelingsrapport van Night Scout of in het analyserapport van de Night Scout Reporter. Het makkelijkste is dat de persoon met type 1 diabetes en de zorgverlener dit samen overlopen op een uitgeprint document. Normaal gezien zijn we als zorgverlener tevreden met een time in range van boven de 70% en een time below range onder de 4%. Maar het is ook belangrijk om na te vragen of de persoon met diabetes zelf ook tevreden is. Misschien vindt hij dat hij toch nog altijd te veel hypo's heeft, alhoewel zijn time below range goed is, maar is het niet direct zichtbaar in de cijfers omdat hij bijvoorbeeld vaak bijeet. Of misschien is hij niet tevreden met een time in range boven de 70% en wil hij heel graag nog een hogere time in range bereiken. Indien de doelen niet behaald worden, kan je zoeken naar trends van hypo- of hyperglycemie en kijken of je iets kan aanpassen in de instellingen van de insuline of het gedrag. Deze trends van hyper- en hypoglycemie zijn het best te zien in het AGP-profiel van Night Scout of van Night Scout Reporter. En je kan er ook naar zoeken in de dagelijkse rapporten. Als je dan trends opmerkt van hypo- of hyperglycemie, kijk je best of dit vooral voorkomt na een maaltijdbolus of eerder erbuiten. Als dat na een maaltijdbolus is, controleer dan de timing van de bolus. Ideaal is dat 15 tot 30 minuten voor de maaltijd bij Novorapid en Humalog. Bij Fiasp en Liumjev volstaat het vaak om te bolussen korter voor de maaltijd. Bij postprandiale hyperglycemie kan je aanrijden om eventueel de tijdelijke streefwaarde eet binnenkort te gebruiken. Vooraleer de insuline aan te passen, zou je kunnen controleren of de koolhydraten wel correct geteld geweest zijn. Het is algemeen geweten dat koolhydraatporties vaak onderschat worden. En bij mensen die koolhydraatarm eten, kan je ook overwegen om de proteïnen en de vetten te gaan meetellen. Als er hyperglycemie is na de maaltijd en het ligt niet aan de timing van de bolus of aan het koolhydraat tellen, dan kan je meer insuline geven bij de maaltijd door de koolhydraatratio te gaan verlagen. Bij Android EPS en bij closed-loop systemen in het algemeen is het vaak nodig om na de opstart van het closed-loop systeem de koolhydraatratio te gaan verlagen, vooral na het ontbijt. Theoretisch kan je bij Android EPS ook snellere insuline gaan uitproberen, zoals Fiasp of Liumjev, om minder hyperglycemie te hebben na de maaltijd. Als hyperglycemie vooral optreedt buiten de maaltijdbolussen, is het belangrijk om gemiste bolussen uit te sluiten. En je kan dan eventueel de basale insuline gaan verhogen
tijdelijk of de duur van insulineactie gaan verkorten. Op die manier zal het insuline sneller insuline bijgeven bij hyperglycemie. Of je kan ook de insulinegevoeligheid gaan verlagen. Op die manier gaat het algoritme meer insuline gaan bijgeven bij hyperglycemie. Als er een probleem is en een trend van hypoglycemie, dan kijk je ook best, is dit vooral na een maaltijdbolus of buiten de maaltijdbolussen. En als het na een maaltijdbolus is, is het belangrijk om de timing van de bolus te gaan controleren. Misschien is de bolus te vroeg gegeven, want het is niet bij iedereen nodig om 15 tot 30 minuten voor de maaltijd te bolussen. Bijvoorbeeld als je gastroparese hebt, kan dit net hypo's geven na een maaltijd. Te laat bolussen geeft ook aanleiding tot hypoglycemie, maar dan enkele uren na de maaltijd. Bij Android TPS is er wel een optie om zo'n laattijdige bolus ook te melden aan het algoritme. Controleer hier eventueel ook of de koolhydraten goed geteld zijn en of de hypo's vooral na een vette maaltijd voorkomen, want hiervoor zou je ook een specifieke aanpak kunnen voorstellen. En als dit niet het geval is, kan je natuurlijk ook altijd minder insuline geven bij de maaltijd door de koolhydraatratio te gaan verhogen. Als de hypoglycemie vooral optreedt buiten de maaltijden, vraag dan zeker na of de persoon op dat moment niet aan het sporten was of meer actief was dan anders. Daar zijn ook speciale tips voor. Zo niet, verlaag dan de basale insuline gedurende een bepaalde periode of verleng de duur van insulineactie, zodat het algoritme minder snel insuline zal geven en dat er minder kans is op insulinestekking. Bij Android TPS is een normale duur van insulineactie dus rond de 6 uur. Of verhoog de insulinegevoeligheid. Op dit manier zal het algoritme minder insuline geven bij een hyperglycemie en zullen de insulineaanpassingen dus minder agressief zijn. Ik toon je graag enkele voorbeelden van hypoglycemie, deze keer niet in de rapporten, maar in Night Scout zelf. Dat is dus de plaats waar je als gebruiker zelf je data ook kan opvolgen. Hier zie je een voorbeeld van iemand die geregeld hypo's doet en dit na een maaltijd bolus. Dit is dus mogelijk te wijten aan een te lage koolhydraatratio. Hier zie je een voorbeeld van iemand die hypo's doet zonder een maaltijdbolus. Dus de laatste keer dat die persoon gegeten had, was hier rond 7 uur. En je ziet dat het algoritme alvast de basale insuline heeft afgebouwd en dat die persoon ook negatieve insuline aan boord heeft. En desondanks doet die persoon een hypo tegen de middag. Dus als je dit geregeld ziet terugkomen, dan staat de basale insuline waarschijnlijk te hoog in de voormiddag. Je kan dus zien dat het algoritme je basale insuline heeft verminderd als er veel negatieve insuline aan boord is. En als je hiermee opstaat met een negatieve insuline aan boord, met een randlage glycemie, en je ziet dat inderdaad het algoritme de basale insuline heeft afgebouwd over de nacht, dan is het een aanwijzing dat je nachtelijke basale insuline te hoog is ingesteld. Hier zie je een voorbeeld van randlage glycemie's, niet na een maaltijdbolus, maar na een verhoging van de basale insuline door het algoritme zelf. En dit algoritme is dus te agressief ingesteld. Door de insulinegevoeligheid wat gaan te verhogen, kan je het algoritme minder agressief maken en mogelijk ook minder glycemie-schommelingen hebben. Als je de insuline-instellingen aanpast, is het aangeraden om maar één instelling tegelijk te doen. En je kan dan het resultaat na 1 à 2 weken eigenlijk al gaan controleren. Als je iets nieuws probeert, zoals bijvoorbeeld Lumief of een agressievere instelling van Android EPS, kan je overwegen om tijdelijk je streefwaarde wat hoger in te stellen. Als je er niet aan uitgeraakt, ga je altijd terug naar de basis gaan. Android EPS, het algoritme, houdt namelijk sterk rekening met de insuline-instellingen die jij hebt ingesteld. Dus door terug in manuele modus te gaan, kan je kijken of je basale insulinesnelheid, koolhydraatratio en insulinegevoeligheid wel goed zijn ingesteld. Je kan bijvoorbeeld een aantal uur vasten en kijken of de basale insulinesnelheid goed is, dus dat de glycemie mooi stabiel blijft. Of je kan een vaste hoeveelheid koolhydraten eten en kijken hoeveel insuline je nodig hebt om terug naar een normale glycemie te geraken, om de koolhydraatratio te gaan beoordelen. Of je kan je insulinegevoeligheid gaan testen door je glycemie te verhogen met niet gerekte koolhydraten, dan één eenheid insuline te geven en te kijken hoeveel je glycemie daarop zakt. Bij het nakijken van de rapporten is het voor de zorgverlener een goed moment om na te vragen of de persoon met diabetes geen technische problemen heeft. Mensen op Android TPS kunnen namelijk niet altijd terecht bij de fabrikant van een insulinepomp of glycemiesensor. Als je het antwoord als zorgverlener zelf niet weet op de technische problemen, kan je hen altijd verwijzen naar de Facebook of de Discord community, of ken je misschien zelf nog iemand anders die Android TPS gebruikt aan wie dat je het eens zou kunnen vragen. Het is ook een goed moment om na te kijken of de alarmen zeker ingesteld zijn
volgens de noodzaak. Het is belangrijk om alarmmoeheid te voorkomen en het is dus de bedoeling om enkel alarmen te gebruiken waar ook echt iets mee gedaan wordt en de andere alarmen uit te zetten. Noteer tenslotte ook de insuline-instellingen en de Android-TPS-instellingen in het dossier en ook een noodschema bij een eventueel pompdefect. Met insuline-instellingen bedoel ik dus de basale insulinesnelheid, de koolhydraatratio, insulinegevoeligheid, streefwaarde en de duur van insulineactie. Met instellingen van Android-TPS bedoel ik of de patiënt OpenEPS, AMA of SMB gebruikt, met of zonder autosense en of unannounced meal-functie. Het noodschema kan je berekenen op basis van de huidige insulinenood. En vergeet niet om te controleren of de patiënt voorschriften nodig heeft voor kort- en langwerkende insuline voor het geval dat de pomp defect zou zijn. Als alles goed genoteerd is, zullen er minder problemen zijn als de patiënt toch eens opgenomen wordt op spoedgevallen of kan hij beter geholpen worden als er problemen optreden tijdens de wachtdienst. Zo, dit was alles over het aanmaken en interpreteren van Night Scout rapporten. Hiermee hebben jullie in elk geval wat handvaten om het gesprek met je zorgverlener aan te gaan. En als zorgverlener heb je wat handvaten om de rapporten systematisch te gaan overlopen. Jullie zijn in elk geval al super ver geraakt. De moeilijkste hoofdstukken heb je achter de rug. Hierna volgt nog één video van de Android TPS Academy met enkele tips en tricks. En dan zijn jullie helemaal klaar.